heel trots. We hebben er 2 jaar heel hard aan gewerkt. 6,5 maand binnen in de loods, met hand, alles gevormd. En nu staat het er. Ja, daar zijn we heel blij mee. Hoe lang heeft het nou gekost om zo'n beeld te maken? Nou, 2 jaar geleden stond ik hier samen met Saske van der Eerde en bedachten we dat dit wel een hele mooie, lieve plek zou kunnen worden voor de fietsers die wachten bij de pont, voor de boten die langs varen en voor de mensen die hier werken. En eigenlijk ja, van het idee uitwerken tot ja, de plaatsing, dat heeft 2 jaar geduurd. Als je aan Nederland denkt, dan denk je toch al wel snel aan Delft Blauw. En wat is er leuker om toeristen die hier op bezoek zijn geweest, dan de kleine variant van het kussende paar mee te geven. En je komt dat kussende paar ook bij op de meest bijzondere plekken kom je tegen. We zijn er inmiddels ook in diverse varianten. En het zorgt echt voor dat het een beetje ook een symbool is geworden voor Nederland. Ja, dit is een mooie fietsroute tussen Zaanstad en Amsterdam. Je gaat hier ook met de pont over. En op deze manier stimuleren we dus het fietsen. Voegen we een stukje kunst toe aan de regio en symboliseren we ook nog op een hele mooie manier Nederland voor alle mensen die hier over het Noordzeekanaal Amsterdam komen invaren of terugvaren richting de Noordzee. Is dit een leuke fietsroute? Ja, dit is zeker een leuke fietsroute. Het is ook een snelle fietsroute, dus ook goed te gebruiken voor mensen die naar hun werk moeten. En ja, wat is er heerlijker dan langs het kanaal te gaan. Nou, heb ik van een aantal mensen ook vragen gesteld, vragen gekregen. Waarom is er eigenlijk gekozen voor een man en een vrouw en niet voor 2 mannen? Ja, het hadden 2 mannen kunnen zijn, 2 vrouwen kunnen zijn, een man en een vrouw. Er is ook niks mis mee als een man en een vrouw zoent of omgekeerd. Dit was een mooi kunstwerk, is een mooi kunstwerk. En wellicht in de toekomst andere combinaties ergens in Nederland. Hoe groot zijn deze beelden? Deze beelden zijn, het mannetje is 8,6 meter, het vrouwtje 8,2 en ze staan op een voet van 80, dus ze halen bijna de 10 meter aan. Dat is hoog? Ja, dat is heel hoog en toch op deze plek had het niet kleiner moeten zijn, omdat er zoveel ruimte omheen is. Ja. Hoop je dat er in de toekomst ergens, anders ook in Nederland, nog meer van deze beelden komen te staan? Nee, ik geloof altijd heel erg dat je uniek moet zijn. Unieke dingen op unieke plekken. En dat elke plek zijn eigen ding vraagt om daar ontwikkeld te worden. En dat je niet moet gaan herhalen. Dan gaan we nu openen. Dames en heren, daar gaan we. Ja, fantastisch. Fietsen is gewoon goed voor een mens, is goed voor het milieu. En bovendien ontlasten we op die manier de autowegen en de trein. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen best de fiets zouden willen pakken. Maar als je eenmaal ooit in de auto gestapt bent naar je werk, ja, heel veel mensen zijn gewoontedieren. Blijven dezelfde manier van vervoer kiezen. En ja, los van het feit dat het gewoon een knap beeld is en dat het aantrekkelijk is van zichzelf, proberen we op deze manier ook echt aandacht te vestigen. Op de mogelijkheid om met de fiets te gaan. Daar heb je ook de nieuwe fietsroute, hè, die vanaf de andere kant van Zaandam naar Amsterdam gaat. Waarom staan die beelden eigenlijk niet daar? Ja, die nieuwe fietsroute is gewoon is voor die kant van Amsterdam aangelegd. Misschien moeten we daar ook wat aandacht voor vragen te zijner tijd. Het ging hier nu specifiek over deze plek. Zoals net gezegd werd, dan maken elke dag echt 1000 reizigers gebruik. Fietsers en bromfietsers gebruik van deze pont. Dat moeten er gewoon meer worden. En waarom staat er niet eentje aan de kant van Zaandam? Want je hebt nou aan deze kant heb je er een staan, maar eigenlijk missen we er ook wel eentje in Zaandam, denk ik. Het zou een leuk idee zijn. Misschien moeten we daar naar gaan kijken of we aan de andere kant iets vergelijkbaars kunnen doen. Ik vind het stuk fietsen vanaf zeg maar, het stadhuis naar hier toe. Dat is wel een supersnel fietspad. Maar de omgeving waar je dan doorheen fietst, nou, dat kan misschien wel wat aantrekkelijker. En we zijn ook aan het nadenken over een bord waarop de vertrektijden van de pont worden aangegeven. Zodat als je daar fietst, dat je weet dat je met doortrappen het nog halen kunt. Of dat je op je gemak je kunt verder fietsen. Niet dat je een half uur moet wachten straks weer. Ja, precies, weet je. Dat is toch dat is het nadeel van de pont. Hè? Dat je als je hem mist, dan moet je wachten. Maar de pont gaat om het half uur. Maar denk je ook wel dat, ja, je wilt natuurlijk mensen op de fiets krijgen. Het wordt drukker op de pont. Dus dan zal je ook denken dat er eigenlijk nog een pont waarschijnlijk bij moet komen. Ja, als we, er ligt een vraag vanuit de raad. Dus we gaan dat gesprek gewoon weer openen met elkaar om te kijken of dat uit kan. Maar daar is in het verleden al vaker naar gekeken.
ja, als je de vaartfrequentie omhoog gaat, dan wordt het aantrekkelijker om op de fiets te gaan. Er hangt alleen wel een prijskaartje aan. Dus dan moeten we gewoon even kijken of het aantal extra fietsers wat het oplevert, of dat ook loont ten opzichte van de extra kosten die je dan maakt. Zijn die dingen wel bestand tegen het slechte weer? Heel erg goed bestand. Ze zijn zo stevig gemaakt, dat kan alles hebben. Dus het kan wel tegen een stormpje? Zeker, ja, er zit een super constructie in. En er staat heel veel wind op deze plek, meestal omdat het aan het water is. Maar dat gaat helemaal goed komen. Je vertelde net, toen je op het podium stond, ook iets heel erg leuks. Je had dat beeld neergezet en toen kwam er een koppel. Ja, vertel. Nou, dat was mijn grootste cadeau. We hebben dit natuurlijk op deze plek neergezet omdat we meer bekendheid willen geven aan het gebied om hier te fietsen. Paden zijn echt fantastisch, maar heel veel mensen weten het niet. En we willen eigenlijk ook mensen verleiden. Nou, kom eens gewoon een keer kijken. Doe het een keer, want dan zie je ook gewoon hoe fijn het is. En de eerste dag dat we ze gingen plaatsen, toen was er dus een echtpaar van een jaar of 40. Die hadden de regen getrotseerd, waren hier gekomen en wilden de eerste zijn die hier een kus bij het kussingkoppel gingen uitbrengen. Het is dus gelukt. Dat is zeker gelukt. En ook de weken daarna staan nu 2 weken... hebben heel veel fietsers al gehad. En dat, ja, daar doen we het voor. Dus daar zijn we heel blij mee.